We staan in de oude Bekelaars. Er is een explosie geweest bij een pand hier. U bent de overbuurman. Wat heeft u gezien? Nou, ik heb het niet gezien. Ik heb een camera's en die nemen dat gedeeltelijk op. En ik heb iemand zien komen aanlopen vanaf de Erika-brug. En nou, die legde daar wat neer. En legde het zelfs nog even goed. En liep weer weer terug. Dat is eigenlijk alles wat er gebeurd is. En nou, in de tussentijd was de knal. Nou, de knal die kwam... Nou, zeg maar 30 seconden later dan dat hij het neer heeft gelegd. Want het was een behoorlijk harde knal. Echt een hele dof harde knal. En u vertelde mij dat u camerabeelden heeft. Was daar nog iets op te zien van een vuurbal of iets? Ja. Dus hij legde wat neer. Dat ging aan. En hij legde het nog wat beter. En vervolgens kwam er echt een vreselijke knal. Het hele beeld was weg. En bent u ook geschrokken, hè? Nee, ik had het een beetje verwacht. Hè. Ik bedoel, er was weer het nodige aan de hand in Winschoten. Nou, dan kan je er bijna een vergif op innemen dat dat hier ook weer plaatsvindt. Ja, want ik begreep, afgelopen zomer is het pand links hiervan ook al beschoten. Ja, die kapsel is ook beschoten, maar dat was een vergissing volgens mij. Volgens mij hadden ze toen al die zonnestudio willen raken, maar hebben ze zich vergist in het pand.